Elektrische fietsen hebben de toekomst en bikewerk dus ook. Maar kunnen zij ze ook repareren? We gaan het ze vragen. Wat wij doen bij Bikewerk, wij repareren fietsen. Wij verkopen fietsen en we leiden jongens op tot fietstechnicus. Ik was met het werkbedrijf gewoon op zoek naar werk binnen de techniek. En toen kwam ik eigenlijk bij de fietstechniek en dat vond ik eigenlijk wel leuk. Fietsen die wij verkopen in de winkel zijn elektrische fietsen van merk Freebike. En veelal tweedehands fietsen. En tweedehands fietsen varieert van Gazelle, Batavus, Sparta. Eigenlijk al een beetje Nederlandse merken. Tweedehands elektrische fiets verkopen wij ook. Dus op het moment dat iemand een fiets inruilt op basis van een nieuwe elektrische fiets, dan verkopen wij deze tweedehands. Ja, onderhoud van elektrische fietsen is zeker niet duur, maar het is natuurlijk inherent aan het gebruik. En ja, gebruik je iets veel en dan ja, heb je ook meer onderhoud aan de fiets. Ja, deelnemers leren zeer zeker onderhoud van de elektrische fiets. Dat doen wij natuurlijk in de opleiding en dat doen we natuurlijk ook in de praktijk. Ik denk dat onze verhouding tot de reparatie ongeveer 30% elektrisch is, 70% stads. Dus het komt er veelal aan bod. Het leukste, ik vind een ketting vervangen wel leuk of een band vervangen. De sfeer is hier gewoon goed, gezellig, maar wel doorwerken. Leuke collega's en ik vind het fietsvak gewoon leuk. Ik zou deze werkplek zeker aanraden aan iemand die het leuk vindt om met fiets te werken. Medewerkers van Plurijn en omgeving. Wij komen jullie fiets met alle liefde ophalen en terugbrengen. Daar worden jullie blij van, maar wij ook. Heb je ook nieuws en wil je dat delen? Mail dan naar redactie@plurijn.nl en wij doen de rest.